als de bom valt. Dag, liefje. Dag, schat. Leuke middag gehad. Och ja, ging wel. Niks bijzonders. Met mij gaat het tegenwoordig maar zo'n beetje zijn gangetje. Nou ja, je bent toch ook gepensioneerd? Is er iets met je, schat? Nou, ik heb de hele middag kranten zitten lezen in de openbare bibliotheek. Bah, die dingen. Allemaal onzin. Ik lees ze nooit. Alleen privé. We moeten de toestand in de wereld in de gaten houden, liefje. Ook wij krijgen te maken met de beslissingen van de heersers die over ons gesteld zijn. Politiek en sport, dat is het enige wat erin staat. We zouden er wel eens allemaal mee te maken kunnen krijgen. De afschrikking en zo. Ze zeggen dat er wel eens een verrassingsaanval zou kunnen komen, liefje. Een verrassingsaanval? Ja, nou ja, zo'n leuke verrassing is het trouwens niet. Het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Wil je worst of gehakt vandaag, zo? Worst graag, schat. Het ziet er naar uit dat de paddenstoel elk moment kan opstijgen. Wat voor paddenstoel? Puree of patat? Patat graag. Nou ja, ik weet het ook niet precies, maar ze hadden het over een paddenstoel. Waar heb je het nou toch de hele tijd over? Er zou wel eens oorlog kunnen komen, liefje. Ze zeggen dat het elk moment kan beginnen. Nou, dan word jij tenminste niet opgeroepen, Jaap. Je bent veel te oud. Nou, bedankt. Ik ben anders altijd nog 2 jaar jonger dan jij. Nou, hoe dan ook. Als het recht op aan gaat komen, dan moeten we gewoon onze mouwen opstropen en de buikriemman halen tot het over is. Deze keer zal het anders gaan, liefje. Tegenwoordig hebben ze de grote plof uitgevonden door briljante geleerden. De vorige keer hebben we toch ook overleefd. Zo'n bommetje krijgt mij niet zomaar klein. Je hebt gelijk, Bob, je hebt gelijk. Laten we het positief bekijken. Lekker, liefje. Ja? Zeg, zullen we even naar het nieuws luisteren? Dit is de radio nieuwsdienst met een kort nieuwsbulletin. Enkele minuten geleden heeft premier Lubbers in de Tweede Kamer een belangrijke mededeling gedaan. Hij waarschuwde dat gezien de snel verslechterende internationale situatie momenteel elk moment het uitbreken van vijandelijkheden te verwachten is. Lubbers zei dat ogenblikkelijk een begin moet worden gemaakt met het treffen van voorzorgsmaatregelen. Ja, waar ga je nou naartoe? Ik lees het gewoon af. Juist vanmorgen bekend werd dat er aan de grens tussen Oost- en West-Duitsland zeer omvangrijke Russische troepenbewegingen zijn waargenomen. In Polen is de situatie... Jeetje. Wat is er, schat? Je hebt toch je mond niet verbrand? Het gaat gebeuren, schat. Echt. Wat is er nou toch? Wil je niet nog een stukje worst? Ai, ik zou me er maar niet al te druk over maken. Het waait waarschijnlijk allemaal wel weer over. Elk moment kan het gebeuren. Gossie, pikkie. Wat een taal, Jaap. 3 dubbeltjes. Wat een geluk dat ik vanmorgen nou net weer van die folders heb meegenomen. De oude die had ik aan onze ronde gegeven. Hier heb ik ze. Huishoudgids voor overleving. Plus, wat te doen in geval van een kernoorlog. Gezaghebbende publicaties van de overheid. Ja. Laten we maar meteen beginnen met zo'n schuilkelder, liefje. We moeten de instructies van de overheid opvolgen. Er is custard met bessensaus en roompudding. Wat wil je? Ja, geef mij maar custard, liefje. Wat een geluk nou toch dat ik vandaag net die folders heb meegenomen. Stel dat ons voor dat we precies vandaag zonder hadden gezeten. Ja, we zouden totaal onvoorbereid zijn op de bom. Moeten we nou weer zo'n gat graven zoals de vorige keer? Oh, nee, dat is ouderwets. Volgens de moderne wetenschap heb je alleen maar deuren nodig met kussens en boeken erbovenop. Maar hoe kom je in hemelsnaam om die deuren, Jaap? We zitten hier midden op het platteland en zonder auto. Nou, die deuren schroef je gewoon los. Wat? Je bedoelt toch niet uit ons eigen huis wel? Ja, schatje. Nou, je denkt in ieder geval wel om de verf, ja, blauw. Ja, maak je nou maar geen zorgen, hè. Na de bom, dan zet ik ze gewoon er zo weer in. Dat is je geraaien. Ja. Voorzichtig nou, Jaap. Ja. Doe nou, let nou een beetje op de verf. Ja.
kijk nou, kijk nou toch eens naar de traploper. Het behang. Doe nou het behang. Oh, ik hoop dat je weet wat je doet. Wacht even, doe de schroefjes wel in het plastic zakje, hè? Anders raken ze maar kwijt. Help je mond houden, ik doe het in het linkerlaadje van het tafeltje. Hé, kijk eens. Wordt het niet een beetje erg tochtig zonder al die deuren? Ik denk dat het voor de veiligheid is, hè. Dan kan de klap er tenminste rustig doorheen. Er staat hier... Ten einde maximale veiligheid te garanderen... construeren men de ruimte met een hoek van 60 graden. Ik zou ze maar gewoon tegen de muur aanzetten, Zwart. Ja, maar hoe moet dat dan met die graden? We hebben helemaal geen graden in huis. Alleen voor de temperatuur. Hoe deden we dat toch op school ook alweer? Je had een passer en een... Ja, hoe zat dat nou toch ook weer? Nou, weet je wat? Ik zal onze Ron eens even bellen. Die weet het vast. Ja, dat is een goed idee. Hallo? Hallo, dag jongen. Met je vader. Alles in orde bij jullie? Ria en de baby ook? Mooi zo. Zeg, moet je eens luisteren. Ik ben bezig met die schuilkelder van de regering, hè. En nou staat er in die folder dat je het moet doen met een hoek van 60 graden. Wat betekent dat nou precies? Ja, zeg, hoor eens even, het is geen grapje, jongen. Het is een instructie van de regering. Wat zeg je? Ga jij geen schuilplaats bouwen? En ik heb je nog wel speciaal die folders gegeven. Ja, maar... Wat doe je nou toch allemaal? Huh? Dat we er allemaal aan gaan als die bom valt? Het is helemaal geen grapje, jongen. De internationale situatie is heel ernstig. Heb je het nieuws niet gehoord? Nee, maar het is onze plicht om de instructies van de overheid op te volgen. Zeker als het oorlog wordt, jongen. Bij een nationale noodtoestand moeten we de gelederen aaneensluiten. Ja, zeg, hou nou eens op met dat lachen. Er valt helemaal niks te lachen. Je stelt het teleur, Ron. Ben jij nou een vader met verantwoordelijkheidsgevoel? Een passer. En een gradenboog. Huh? Met de punt op de basislijn en dan rondcirkelen. Ja. Goed, ja. Ja, ik begrijp het. Nou, bedankt, jongen. Maar zeg, Ron, ga nou wel even die schuilkelder maken, hè. Dat is je plicht, Ron. Denk erom, hoor. Ik ben je vader en ik weet zo het een en ander van de oorlog. Ja. Nou, doen, hoor. Zeg, de groet aan Ria en kleine Jaap, hè. Ja, dag. Zo. Nou, Ron zegt dat ik een passer en een gradenboog nodig heb. Bij Wolkers zouden ze er wel in hebben, zei hij. Zeg, liefje. Hm? Ron lachte zich slap toen ik hem om die graden vroeg. Ik begrijp er niks van. Vast zenuwen. Hij is zeker een beetje hysterisch. Huh? Dronken kan hij toch niet zijn? Het is nog geen 7:30. Onze Ron drinkt helemaal niet. Nee, dat is waar. Natuurlijk niet. Ron is niet van plan om een schuilplaats te maken, liefje, zei hij. Ik ben er wel tegenin gegaan, maar er viel gewoon niet met hem te praten. Als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe hoed op, zei hij. Ik moest me maar geen zorgen maken. Onverantwoordelijk, hè. Het valt me gewoon van hem tegen. Toen hij nog bij de padvinders zat, was hij heel anders. Op de TH hebben ze hem helemaal verknoeid. Zo ontzettend veel verschil zal het toch ook wel niet uitmaken, hè, die precieze hoek. Het zal toch allemaal wel ondersteboven vallen met die bom, denk je niet? Ja, maar als je wat doet, doe het dan goed, Jaap. Ja, dat wel, liefje, maar het is maar voor tijdelijk, hè. Ja, per slotverrekening is het er één klap voorbij. Gek eigenlijk, hè, om te bedenken dat ze de vorige keer met ons meededen. Wie, schat? De Russen. Met die oude Joost Stalin. Oh, die. Ja, dat was een aardige man. Leuk met die pijp, hè, en die snor. Roosevelt, dat was ook zo'n aardige man.
Dan had je natuurlijk ook nog Churchill. Ja, Churchill, Roosevelt en Stalin met z'n drietjes. Goeie kerels waren dat. Tegen Hitler en Göring en die spaghetti-vreter van de Mussolini met zijn fascisten. Aan de andere kant. Toen was je tenminste waar je aan toe was. Zeg maar, waag het nou niet mijn goede kussens uit de zitkamer te gebruiken. Ik hou wel een paar oude voor je van de zolder. Ik stop deze gelijk even in plastic zakken. Dan komen tenminste geen vette vingers op. Ja, doe niet te veel moeite, liefje. Met al die fallout worden ze toch stoffen. Er staat hier in dat foldertje dat we voor 14 dagen voorraden moeten inslaan. Anders zal ik maar vast 14 liter melk op het briefje voor de melkboer zetten. Zeg, schat, dan ga ik maar vast even 14 broden halen. En die gradenboog met de passer. Moet jij nog iets? Nou, als je een gerookte makreel kan meenemen. Ja. Oma zie ook maar. Het zal allemaal wel op de bon gaan binnenkort. En rij alsjeblieft een beetje voorzichtig. Je bent eigenlijk te oud om nog met de fiets overal naartoe te gaan. Geen brood meer, liefje. Uitverkocht. Het lijkt wel of iedereen aan het hamster is geslagen. Ach. Ja, de winkeliers doen uitstekende zaken. Het is overal vreselijk druk. Nou, niks aan te doen, schat. Het is nu eenmaal oorlog. Of bijna dan. Dit zijn de noodvoorraden, Pop. 2 pak biscuits, een stuk gebak, een blikje ananas en een blik kerstpudding. Met kerst is het voorbij. Ja. Weet je nog dat we dat tegen elkaar zeiden? Ja, zeker. Ja, maar nou zal het morgen wel voorbij zijn, nog voor we aan de koffie zitten. Ja, je gaat nou toch niet weer klussen, Jaap? Ja, we moeten de ramen weten, liefje. Waarvoor is hemelsnaam? Tegen de straling, denk ik. Net als ze doen bij kassen om de zon tegen te houden. Het staat in die folder. Zo warm zal het toch niet zijn? Nou, ik geloof wel, hoor. Die van Hiroshima, die was net zo heet als 1000 zonnen. Tamelijk heet dus. En bovendien maken ze tegenwoordig veel beter. De wetenschap is met enorme sprongen vooruit gegaan. Even kijken hoor. Houd deuren gesloten tegen verspreiding van vuur, staat er. En die heb je net uit hun hengsels gelicht. Huh? Ja, dat is waar, ja. Wordt het vuur dan nog niet veel erger? Nou, misschien blaast de klap het vuur wel uit. Zeg, kijk eens, kom eens. Mm-hmm. Vind je niet dat onze schuilplaats er gezellig uit gaat zien, schat? Ik hoop dat die deuren niet op het behang krassen, Jaap. Kom eens, liefje, kijk eens. Even uitproberen, hoor. Hè? Zo. Doe er zo erin? Ja. Zo. Nou, moet je even wat opschuiven, Jaap. Ja, voorzichtig nou. Je duwt die deuren bijna om. Had je dat niet wat ruimer kunnen maken? Ik heb gehandeld in overeenstemming met de instructies, liefje. Nou, ze zullen het wel berekend hebben voor 2 mensen die getrouwd zijn, zeg. Nou, wij zijn toch getrouwd? Nou, zie je wel. Maar als je nog kinderen zou hebben, waar zou je die dan moeten laten? Nou, die jagen gewoon in je armen. Die vallen toch zo in slaap. Jammer als ze nou 17 of 18 waren. Van die grote knapen met laarzen en zo. Punkkinderen bijvoorbeeld. Ja, in dat geval. Maar ik denk dat je dan gewoon nog wat deuren extra moet hebben. Daar heb je toch helemaal geen ruimte voor? Huh? Nee, dat is waar natuurlijk, nee. Nou ja, onze Ron was toch geen punk. Waarom zet je nou al dat eten in die schuilplaats? Ja, daar hoort het nou eenmaal. Waarom kan het niet gewoon in de koelkast blijven staan? Vanwege de nood van de noodtoestand, liefje. Dan mogen we er niet uit en dat duurt 14 dagen. Zeg, je gaat me toch niet vertellen dat we 14 dagen in dat ding moeten blijven zitten? Ja, toch wel, liefje. Ja, je moet het mij ook niet vragen, hoor. Maar het staat er nou eenmaal in die instructies, hè. En die komen van de regering. En hoe moet het dan met koken? Waar zet ik hier dan het fornuis in dit krappe ding? Ja, ik denk dat we gewoon zo'n campinggasdingetje moeten gebruiken, liefje. Voor het fornuis hebben we natuurlijk geen plaats. En de wc, hoe moet dat dan? Huh? Nou ja, een po of zo, een po, ja. Het is natuurlijk allemaal een beetje behelpen, hè. Ik kan je nou alvast vertellen, ja, Blauw, dat ik gewoon naar het hoekje zal gaan, gewoon zoals het hoort. Ja, maar ook voor hoge nood mogen we er niet uit tijdens de noodtoestand, liefje. 14 dagen duurt die noodtoestand, hè? Ja. Vertel jij me dan maar eens hoe je denkt die po de hele tijd te legen. Nou, gewoon in de wc natuurlijk. En daar mochten we niet heen staan je net te vertellen. Ja. Oh ja, ja, dat is waar, ja. Nou ja, laten we ons daar nou maar niet te druk over maken, hè? Laten we het positief bekijken. Nou ja. Even kijken, hoor. Hier staat 1 liter water per persoon per dag. Zouden we daar wel genoeg flessen voor hebben? Oh, nou, wacht maar even. Ik pas het water wel precies af, Jaap. Ik doe dan ook overal wel een etiketje op, hè? Dan raken we nergens mee in de war. Prachtig, Liesje, prachtig. Wat ben jij toch efficiënt tijdens een nationale noodtoestand? Houd toch op. Eens kijken. Onder de D staat hier
Div. Zout, ketchup, peper, lucifers, wc-papier, ontsmettingsmiddel, vitamine-tabletjes, blikopener, messen, vorken, lepels. Nee, gek. Geen borden? En wat zou div betekenen? Wat doe je nou weer allemaal, schat? Div, ja, ik weet het ook niet, schat. Het heet div. Wil je het even aangeven? Gek. Wat, schat? In die regeringsfolder staat... Verwijder dunne materialen bij ramen. Ja. En in de folder van de provincie staat... Hang witte lakens voor het raam. Wat zou je dan moeten doen? Oh jee, hier staat pindakaas. Dat hebben we helemaal niet in huis. Nee, dat hindert niet. Daar houden we toch niet van. Nee, maar het staat hier wel, jeetje. Maar maak je daar nou maar geen zorgen over. We overleven het heus wel zonder pindakaas. Met die hitte bederft het waarschijnlijk toch allemaal. Die bommen zijn namelijk allemachtig heet, weet je. Als er echt oorlog komt, hè? Wie wint er dan, denk je, schat? Nou, de Amerikanen hebben een tactiek kernsuperioriteit, hè? Vanwege hun IBM's en hun polaire onderzeeërs. Maar bij een verrassingsaanval zullen grote Russenhorden de Centraal-Europese laagvlakte onder de voet lopen. Maar dan verschijnen de Amerikaanse luchtvloten met hun lange afstandsbommenwerpers. Och. Echte luchtkastelen. B-17's en B-19's met hun ratelende vuurmonden. Ah, fantastisch. Oké, boys, erop af. Ja, die rammen de Russen zo tegen de vlakte. En dan landen de mariniers om de hele bevolking in te rekenen. En vervolgens gaan de grote generaals erheen, zoals Eik en Monty, weet je wel. Mm-hmm. En dan moeten de Russen capituleren en dan komt er een voorwaarde van overgave. Ja, en dan komt er een vrije en eerlijke verkiezing. Elke man een stem. En vrouw ook natuurlijk tegenwoordig. Hè? En dan is de communistische bedreiging van de vrije wereld genitrificeerd. En dan komen er weer democratische principes in heel Rusland. Ja, of ze het leuk vinden of niet. Nou, en zo zal de toestand in de wereld er dan volgens mij uitzien. Hier staat, doe uw spaarboekje, ziekenfondskaart en trouwboekje in een doos. Oh, wacht maar even, ik heb wel een mooie doos gehad. Huh? Ik stof hem eerst even uit. Mooi zo, dan ja, ik zal ze maar eens even veilig opbergen. Maar waar zou het nou eens veilig zijn? Wie is er nou eigenlijk de baas van de Russen, schat? Ik geloof die Shivinsky, is het niet? Of was het nou die Molotov? Nou, nee. Die Molotov was alleen een cocktail. Nee, Khrushchev, die was het, ja. Die met zijn schoen, weet je wel. Oh, ja. BNK, Bulgarije en Khrushchev, dat zijn ze, ja. En die Merckx, die heeft er ook iets mee te maken. Wat zit je nou weer allemaal te doen, schat? Ja, het raam barricaderen, de moed van de regering. Ze hebben natuurlijk ook zo'n commissie, hè, die Russen. Kom intern, of zoiets heet het. De overste Sovjet. En die zijn de baas over de KWJ, de geheime dienst. De ons heet B van D. Dat zit allemaal heel ingewikkeld in elkaar, liefje. Doe let er nou wel op dat je niet krast op de lak, schat. Zeg, denk je dat het nou zou helpen om een brief te schrijven aan die man? Welke man? Nou, die leider, die KW-dinges. Wat wou je dan schrijven, liefje? Nou ja, ik weet het niet... Huh? Bijvoorbeeld, geachte heer KW Dinges, wij hier hebben genoeg van die bommen. De vorige keer met Hitler was al erg genoeg. Kortom, wilt u ons met rust laten, dan doen wij dit ook. Ik hoop dat het goed met u gaat, maar dus alsjeblieft liever geen bommen meer. Met hoogachtende groeten van meneer en mevrouw Blauw. Heel goed, liefje. Prima. Laten we hopen dat hij op tijd aankomt. Je weet het maar nooit met die post van tegenwoordig. Misschien dat je het beste per express kan versturen. Ik ga eerst nog eens even deze lijst afwerken. Even kijken hoor. Prullenbak, kalender, boeken, spelletjes, pennen, schoffelschap, koevoet, bijl, zaag, fluit. En of gong, voor alarmsignaal, de zaakjes. Koffers voor huisraad in geval van evacuatie. Touw, buig, tang, eerste hulpdoos, veiligheid. Spelden, schaar, schalken, aspirines, diarreetabletten, haartangetjes, lotion, luizen- en vlooienpoeier, gif tegen knaagdieren, insuline, bloeddruktabletten, rubberhandschoenen, spiegel, wc-papier. Hé,
Zou dat van die papieren zakken een grapje zijn? Hè? Of niet? Ik zou het niet weten. Wat zei schat? Nou, er staat hier dat je vlak voor de bom valt in een papieren zak moet kruipen. Wat is dat nou weer voor nodig? Ja, ik denk dat het zoiets is als met de ramen die je wit moet verven, als een soort hitteschild of zoiets. Nou, klinkt me nog allemaal in de oren, hoor. Zeg, luister eens, we hebben nog wel, hebben we ergens van die zakken. Ja, 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 die waar de aardappels in gezeten hebben. Ja, ja. Dat zijn er geloof ik een stuk of vier. Ja, maar die zijn vast heel erg vuil, Jaap. Ja. Doe nou. Weet je wel zeker dat die zak schoon is? Ja, ja, liefje, ja. Ik heb ze goed schoongemaakt. Zie je, ze zijn precies groot genoeg. Eentje voor mijn benen en mijn voeten. En dan nou deze. Nou, dat was de bovenkant. Hoe? Donker hier binnen. Je ziet er wel zot uit, hoor, Jaap. Zou je er kijkgaatjes in mogen maken? Volgens de instructies moet je wit goed dragen. Mensen in Hiroshima met andere kleren verbranden precies waar het patroon erop gedrukt stond. En op andere plaatsen minder. Je kon zelfs zien waar de knopen gezeten hadden. Ja, maar dat waren Japanners. Hè? Wat? Zeg, kan jij een schoon wit overhemd voor me klaar hebben voor de bom valt? Zeg, je draagt niet het nieuwe overhemd dat ik je voor Sinterklaas heb gegeven, hoor. Dat moet wel netjes blijven. Goed, liefje. Maar heb ik ook een oud wit overhemd zonder streepjes? Ik wil helemaal geen streepjes over me heen hebben lopen. Nou, er ligt ergens een in het kastje in de bijkeuken, hè? Linksonder. Ja. Wij onderbreken dit programma voor een officiële regeringsverklaring. De vijand heeft een raketaanval tegen ons land gelanceerd. Deze raketten zullen ons land in naar schatting 3 minuten bereiken. 3 minuten. Hou je mond eens even. Blijf in uw huizen en zoekt alle dekking. Ga luister nou. Ga schuilplaatsen of ga plat op de grond liggen. Vertoon u niet voor enig raam. Stil nou eens. Hoofd en ogen. Houd jij altijd met je eeuwige nieuws? Houd je bek. Blijft allen in uw huizen. Herhaling. Blijft allen in uw huizen. Verlaat uw huizen niet. God allemachtig, liefje. Nog maar 3 minuten. Jezus, schat. Ik zal de was nog even binnenhalen. Hier, kijk. Kom terug. Stom bij, vind de schuilplaats. Zeg, Jaap, wil je wel eens een andere toon tegen me aanslaan? Houd je mond en kom naar binnen. Zeg, hoor eens even. Het is nergens voor nodig om je manieren te vergeten. Omdat het toevallig oorlog is. Ik heb nog nooit zulke taal iemand horen uitslaan. God allemachtig, mens. Kom dan naar binnen. Naar binnen. Ja. Naar binnen. Ja. Naar binnen. Ja, maar ik heb de oven laten aanstaan. De toolband brandt dan. Allebei nog heel. Ja, ik geloof hem wel. Zeg, wat een licht, hè? Ja, ontzettend, hè? Die bommen geven ontzettend veel licht. En
Die hitte. Nou. Het is nog heet, hè? Oh. Gelukkig dat ik niet zo gestreept overhemd aan had. Hoe ver zou afzitten van het epicentrum? Of was het nou het hypocentrum? Ik weet het niet meer. Wat is dat, schat? Nou, het centrum gewoon. Midden in de klap van het schot. In de roos of zo. Dan denk dat weer de roos waren, schat. Een voltreffer. Moet je al dat glas eens zien? Nee. Een voltreffer kan niet, liefje. Dan zouden we geconfronteerd zijn met aanzienlijkere schade en meer slachtoffers. Zeg, hou op over schade. Moet je die gordijnen eens even zien? Ja, maar dat epi-hypo-ding zou het nog veel erger geweest zijn, liefje. Nog erger? Ja. Kom nou, ik krijg ze nooit meer schoon. Ik zal ze vannacht eens goed in de week zetten. Nou, die Duitsers worden bedankt. De Russen, liefje. Huh? Schuilplaats heeft het goed gedaan, hè? Precies gemaakt volgens de instructies. Als de kussens nog maar goed zijn. Nou, ik denk wel dat er een paar aangegaan zijn met die bom, liefje. Ik hou van mooie kussens. Ja, maar op het moment zijn er belangrijke zaken, liefje. Gordijnen, kussens en gordijnen. Nou, ik ze gelijk maar even een sopje geven. Hier blijven! Huh? Liefje. Schreeuw niet zo tegen me, Jaap. Ja, maar daar gaat het nou juist om. Daar is die schuilplaats voor. Maar die verdraaide bom is nou toch al afgegaan. Ja, maar de fallout valt nu, zie je? Nee, ik zie niks. Nergens fallout te bekennen. Ik ga er gewoon uit. Moet je die rommel allemaal... Blijf hier! Er is toch nog geen alles veilig gegeven, wel? Nee, dat is waar. Dat heb ik nog niet gehoord. Nee, zie je nou wel. Geen alles veilig. Vorige keer moesten we er ook op wachten, weet je nou wel. Dat weet je als oudje is toch maar mooi, hè? Met de verduistering, dat weet ik nog. Oh ja, uit dat licht. Oh jee, daarom hebben we ons natuurlijk te pakken. We hebben vergeten te verduisteren. Ach nee, liefje, het was klaarlicht de dag toen die bom viel. Zeg, hoor eens. Zullen we gaan slapen? Ik ben nou wel erg moe. Ja. Waar is die doos met zand nou voor? Toch zeker niet waarvoor ik denk dat die is. Ik heb je al gezegd wat ik daarover denk. Bom of geen bom, Hitler of geen middel. Ik ga fatsoenlijk naar het toilet, hoor. Nee, liefje, het is geen toilet. De regeringsinstructies zeggen dat het voor de afwas is en zo. De afwas? Waarom niet gewoon met water en Duplo? Dat deden we vorige keer toch ook? Om de noodwatervoorraad te sparen, liefje. Oh, waar gaat het heen met de wereld? Stil nou maar. Stop maar eens eventjes in. Zo. Ja, zo. Zo? Mijn oude moeder zou een beroerte krijgen als ze het wist. Ja, maar... Afwas in een bak zand. Eten van een bord met zand. Nou, anders ben jij altijd degene die daarover zeurt. Maar... Een paar keer zand in je andijven en je sput de hele wereld bij elkaar. Ga nou maar slapen, liefje. Zeg, morgen zet je dat ding maar mooi buiten hoor, voor iemand zijn poes zoals het hoort. Ga nou maar slapen, liefje. Ja, goed, schat. Nacht, liefje. Slaap lekker. Morgen, liefje. Hoe voel je je? Oh, schuurlijk. Overal pijn. Ik ook, ja. Ik ook. Ontzettende hoofdpijn. Ik voel me ook helemaal niet uitgerust. Nou, hindert niks, liefje. Het is vast de shock van de bom en zo, hè. Ja, raak je natuurlijk behoorlijk van streek. Ja. Per slotverrekening krijg je niet elke dag zo'n kernbom op je dak. Nou, hoe dan ook, ik heb nooit geweten dat je van een bom hoofdpijn kon krijgen. Nou, wat dacht je? Oh. Ik zei toch al dat die bommen overal een enorm effect op kunnen hebben? Weet je wat? Ik zal eens een lekker kopje koffie voor je zetten, hè? Daar zou je wel van opkikkeren. Ja. Ja, eindelijk, daar is die. De fluit zit er trouwens niet op. Nou ja, inderdaad niet. Gek.
Ze hebben het water afgesloten. Hoewel, logisch. Zou best eens verontreinigd kunnen zijn, hè? Nou, verstandige voorzorgsmaatregel van de autoriteiten. Om de bevolking te beschermen. Gebruik maar één van die flessen, schat. Huh? Oh ja, dat is waar ook, ja. De noodvoorraden. Oh zeg, de meesten zijn omgevallen door de klap, liefje. De inhoud is bijna helemaal verdampt. We hadden de dop op moeten doen. Wat gek. Hé, het plaatje wordt helemaal niet warm. Zouden ze de elektriciteit ook afgesloten hebben? Ja, dat zal ook wel, hè, vanwege de energiebesparing. Dat is ook wel een verstandige maatregel van de regering met zo'n nationale noodtoestand. Nog maar een geluk dat we die campingbranden nog hebben, hè, liefje. Waar zijn de aspirintjes? Oeh, zeg voorzichtig met het apparaat, hoor. Ja, dat zijn toch wel gevaarlijke dingen. Oh, zeg, wat heb ik daar een zin in? Lekker bakkie koffie. Oh jee, sta ik toch te suffen. Het nieuws helemaal vergeten. Ja. Nee. Even aanzetten. Niks. Helemaal niks. Helemaal dood. Probeer de televisie eens. Oh ja, natuurlijk. Ah, ze zullen het wel gefilmd hebben. Onze eigen boom op de tv. Nee. Ook al dood. Ook helemaal geen beeld. Nee. En? Niks. Helemaal niks. Alles is dood. En ook helemaal geen geluid. Niks. Alles dood. Nou, dan zullen we moeten wachten op de klant, hè? Ja, ja, die zal wel mooie foto's hebben van de bom. Ze zijn natuurlijk behoorlijk spectaculair om te zien, hè, die bommen. De krantenjongen is trouwens ook tamelijk laat, hoor. Ja, dat is logisch. Er zullen ook wel allerlei vertragingen en tekorten zijn, hè, met zo'n nationale noodtoestand. Nou, jammer dat ik de tips voor de huisvrouw mis op de radio. Dat is nou net zo interessant. Dallas missen we ook. Zou de bom ook schade hebben aangericht in Dallas, denk je? De commissaris mis ik ook. Is toch wat, hè? Als je nou zo'n serie nou toch volgt, ze zouden toch tenminste de series kunnen laten doorgaan. Ze zullen alle zenders wel nodig hebben voor bulletins, liefje. Ja, ja, nieuws, nieuws, nieuws. Alsof er niks anders is. Ze zouden nou juist vrolijke programma's moeten uitzenden. Jawel. De treurigheid. Maar de bevolking moet toch worden ingelicht, liefje, over de toestand in de wereld. Ach, jij met je eeuwige toestand in de wereld. Oh jee, helemaal vergeten dat we nog dat transistorradiootje hebben. Ja. En? Nee, ook al niks. Hè? Er worden waarschijnlijk nieuwe batterijtjes in. Nou, dadelijk maar even halen dan. Ja. Ik geloof dat ze net in de reclame zijn, want ze zijn duur, hoor, tegenwoordig, die batterijtjes. We moeten toch maar eens een goed toestel kopen wanneer er weer zo'n eenmalige uitkering is. Ja, ja, zo'n stereo, hè. Nou kunnen we het nog doen. Zeg, ik hoop dat met Ron en Ria alles goed is. Weet je wat, ik bel ze even. Ja. Nee, de telefoon is ook dood. De telefoonpalen zijn vast omgewaaid. Ja. Met die bom heb je altijd die hele harde winden. Hè? Daar zullen die palen wel niet tegen opgekend hebben. Nou ja, dan stuur ik ze wel een briefkaartje. Denk je dat de post wel bezorgd wordt? Ah, oh, vast en zeker. Ja, de autoriteiten zullen trachten om de communicatie gewoon te handhaven. Hè? Dat was de vorige keer toch ook zo? Tot het echt niet meer ging. Nou, daarmee probeerden ze het moreel van de bevolking hoog te houden. Dat er onverzekerd is. Jij hebt onze premie toch betaald, hè? Maak je geen zorgen, liefje. De bom gaat ons geen centje pijn kosten. We zijn gedekt. Oh, gelukkig maar. Misschien kunnen we dan van de zomer mooi nieuwe gordijnen kopen. Je moe, hè? Uitgeput en helemaal duizelig. Nerveuze uitputting ten gevolge van een ongebruikelijke levensstijl, liefje. Dat zal ik wel zijn, ja. Hoe gaat het nou met jouw hoofdpijn? Hetzelfde, dank je. Aspirine heeft niet geholpen. Ik denk dat ik verhoging heb. Helemaal rillerig. Je ziet ook erg bleek. We moeten maar eens vroeg naar bed vanavond. Nee, ik moet opruimen. Stel je voor dat er iemand langskwam. Al die troep. Ja,
De bescherming bevolking zal trouwens vandaag wel komen. Het verbaast me eigenlijk dat ze er nog niet eerder geweest zijn. Nou, ze moeten natuurlijk voor tamelijk veel mensen zorgen momenteel. Ja, dat is waar. En wij zijn natuurlijk ook meer een buitengewest, hè. We zullen wel druk bezig zijn in het getroffen gebied. Zullen ze van die rijende keukens hebben? Ik denk van wel, ja. Mobiele kantines en gaarkeukens. Gaarkeukens, ja. En dan teams met dokters en zusters. En dan van die helikopters, hè, die tekens en medische verzorging aanvliegen. Ja, het loopt vast allemaal heel gesmeerd. De autoriteiten van de regering houden al jaren rekening met zoiets als dit, hè. De evacuatieplannen die leggen al eeuwen klaar. Ja, we hoeven ons nergens zorgen over te maken. De gezaghebbende autoriteiten zullen ons wel weten te vinden. Wil jij nou nog een hapje eten, schat? Nee, dank je, schat. Ik heb nergens trek in. Ik ook niet. Ik ga even naartoe, jongen. Hier ook al dat stof. Oh, goede genade, vergeten. Helemaal vergeten. We hadden in onze schuilplaats moeten blijven. Wat? Dat zou nou toch wel te laat zijn. We zijn er al tijden uit. Jeetje, en daar ging het nou juist om. Huh? Zouden we nou in de straling zitten, denk je? Nou, ik zie niks. Vlug, schat. Laten we er maar snel weer in krijgen, dan, dan gaan we vroeg slapen. Ja. Als je nou niet kan zien of voelen, dan kan het toch geen kwaad, hè, die straling, hè? Morgen, liefje, hoe voel je? Oh, ik heb vannacht 3 maal overgegeven. Mijn hoofdpijn is veel erger. Laten we maar even in de tuin gaan wandelen, liefje. Maar je zei nog... Ik heb net in de folder gelezen dat je maar 48 uur in je schuilplaats hoeft te blijven. Geen 14 dagen. Ja, een beetje frisse lucht. Dat is precies wat we nodig hebben. Ja, ik zal ook eens een lekker fris kopje sla uit de tuin halen. Heerlijke dag, zeg. Ja, heerlijke dag. Wel erg stil, hè? Ja, helemaal geen vogels. Nee. Ook geen verkeer? Nee. De trein heb ik ook al een hele tijd niet meer horen langskomen. Het zal allemaal wel een beetje in de war zijn na de bom. Gelukkig wat een brandlucht, hè? Ja, nou ja, dat is logisch. Met een barbecue. Ja, een barbecue. En wie weet, de mensen eten vandaag misschien wel zondags vanwege de uitzonderlijke omstandigheden. Jeetje, zeg. Moet je die deuren zien? Oh. De verf is er helemaal af. Helemaal afgebrand. Nou, dat is toch niet zo erg, hè? Je zei dat je hem toch een vers kwastje wou geven. Zeg, liefje, zie je dat? De blaren zijn allemaal van de appelbomen. Ach ja, ja. Zonde, hè? Ah, in de lente wordt het wel weer mooi. Ja, maar het is lente, schat. Ja. Hey. Hoor je dat? Een hond? Ja, arm beest. Die zal misschien honger hebben. Kijk nou toch eventjes, de boontjes die zien er helemaal verschrompeld uit. De sla lijkt ook wel verdampt. Er zit ook veel water in natuurlijk. Zie jij eigenlijk voluit vallen, Jaap? Nee. De zon schijnt. Gelukkig hebben ze de zon tenminste laten staan. Zo zie je maar weer, hè, dat de wetenschap eigenlijk nog maar in zijn kinderschoenen staat. Hoe ziet voluit er nou eigenlijk uit, schat? Ik weet het niet, liefje. De regeringsinstructie laat na te vermelden hoe de bevolking fallout kan herkennen. Huh? Ik denk dat het zoiets is als sneeuw, liefje. Ja. Alleen een beetje grijzer. Huh? Kijk naar het gras. Kijk, je wat een rare kleur. Zie je niet? Ja, ik zal morgen bij Wolkers even wat Thomas mee halen. Nou, die zal heus wel gesloten zijn vanwege de bom, schat. Gesloten? Oude Wolkers? Die gaat liever dood dan een dag dicht. De melkman?
is ook nog niet langs geweest. Dat vind ik niet zo gek hoor. Hij zal ook wel wat vertraging hebben vanwege die bom. Misschien is hij wel opgeroepen om te vechten of zoiets. Zou kunnen, maar dan zou hij toch zijn vrouw langs kunnen sturen. Zie je eventjes, de weg ziet er ook helemaal gek uit. Ja. Kijk eens, het lijkt wel of hij gesmolten is. Ach, maar daarom is die melkman natuurlijk ook zo laat. Hij is ergens vast blijven zitten. Schat, ik geloof de kleer moet overgeven. Oh, schat, ja. Stil maar, liefje, stil maar. Alles komt goed. Ik heb morgen ook al zo'n verschrikkelijke diarree. Zenuwen, liefje. Gewoon zenuwen. Ik heb het ook. En ik ben een man. Ja, laten we maar een beetje in het zonnetje gaan zitten. Wacht, ik zal die stoelen wel even bijschuiven. Zo. Hier, kijk, ga maar lekker even. Oh, zal ik niet eerst even de boel aan kant raken? Nee, dat komt later wel zo. Zeg, hey, ik voel me ook zo misselijk. Jij ook. Heerlijk, dat zit er zo. Zeg, stel je eens voor dat de moppen vanmiddag kwamen. Rusten, liefje. Nee, die wachten wel even tot de fallout gevallen is. Nou is het nog veel te gevaarlijk voor ze. Maar we hebben nog tijd genoeg. Onze jongens hebben het vast stevig in de hand. Ze zullen wel hinderlagen gelegd hebben. Nee, die moffen lopen er vast zo in. Zeg, kijk eens, de zon verdwijnt helemaal. Wat een wolken. Nou, het regent. Ik ga naar binnen. Zeg, weet je wat? We moeten die regen opvangen voor de koffie en zo. Wacht, ik zal de pannen buiten zetten. Pas op dat je niet nat wordt, Jaap. Je hebt zo'n koude pakken. Nou, zo. Om water zullen we voorlopig niet meer verlegen zitten, liefje. Denk jij nou dat water goed is om te drinken, schat? Nee, natuurlijk. Niks is zo zuiver als regenwater, dat weet een kind nog wel. Nou, ik zal toch maar even koken, hoor. Je weet maar nooit. Ja, misschien is dat toch wel verstandig. Hè? Het is nergens voor nodig om onnodige risico's te nemen. Misschien bevoordeelt het onze overlevingskansen wel. Wat bedoel je nou, Jaap? We hebben het toch overleefd? Ja, dat weet ik wel, maar na die bommen op Japan gingen de mensen ook nog tijden later dood. Huh? Ja, waarom precies, weet ik niet meer. Oh, misschien omdat ze geen voorzorgen genomen hadden. Nee, ja, wij gelukkig wel. Ze hadden de instructies waarschijnlijk niet opgevolgd. Maar hoe dan ook, dat was jaren geleden. De wetenschap stond toen nog in zijn kinderschoenen. In het licht van de moderne wetenschap zijn wij veel beter uitgerust. Tegenwoordig heb je overal antidotica voor. Ja. Als de medici hier komen, dan bespuiten ze ons waarschijnlijk gewoon met zo'n antidotica. Oh, ja. En dan nog een paar pillen en we zijn weer zo fris als een hondje. Ja. Eigenlijk een Amerikaanse bom geweest zijn, die een beetje uit de koers geraakt is. Dat had je toch in de oorlog ook wel eens, dat de soldaten werden beschoten door hun eigen troepen. Mm-hmm. Het zou wel grappig geweest zijn als het een Amerikaanse bom geweest was. Nou, ik kan er de grap niet van inzien, Jaap. Nou ja, grappig, merkwaardig bedoel ik. Zijn ze eigenlijk slechter dan de Russische? Nee, dat denk ik niet, liefje. Het zal allemaal wel eens een beetje van dezelfde kwaliteit zijn. Hetzelfde principe, hè? Hm. Megadoden, heet het, geloof ik. Hm? Ja, zo en zoveel miljoen doden per klap. Hm? Is er nog wat ketchup, liefje? Ja. Maar ze zullen allemaal wel even goed zijn. Zijn alle klappen ook even hard, Jaap? Nee. Je hebt 1 megaton en 10 megaton enzovoort. Ja. Het hangt er maar net vanaf hoe een harde klap je wil hebben en hoeveel mensen je dood wil hebben. Wil je nog wat boontjes, liefje? Nee, dank je.
Ik heb toch niet zo'n trek. Je hebt trouwens ook nog de overkill. Dat is wanneer je meer mensen doodmaakt dan echt nodig is. Bijvoorbeeld als jij nou 1 miljoen mensen wil doden en je doodt er 3 miljoen. Hè? Ja, de ontzettende energieverspilling. Zeker nou de economie toch al zo slecht gaat. Nou, daar je gelijk in, schat. Dat is natuurlijk wel weer mooi. Dat staat kan ik ook al niet doen. Vanwege de energiebesparing zullen de autoriteiten wel zo klein mogelijke klappen moeten gebruiken. Ik kan het niet uitstaan. Daarom zijn we er natuurlijk nog niet aangegaan. We hebben bijna geen borden meer over, Jaap. Allemaal kapot. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we ons leven te danken hebben aan de economische wereldprocessie. Zet je het water even op, liefje? Er is geen water meer, schat. Dat hebben we gisteren allemaal opgemaakt. Oh nee, dat is waar ook. Nou dan de melk maar. Zuur geworden. De stroom is toch ook uitgevallen. Verdorie, nog aan toe, zuur. Nou ja, dan maar zwarte koffie. Er is toch geen water, schat? Ja, zeg hoor, wat moeten we dan drinken? Hè? Nou? Wat mogen we godverdomme dan drinken? Schreeuw alsjeblieft niet. Ja, sorry, liefje, sorry. Ik heb ook zo'n verschrikkelijke dorst. Wil je misschien een zuurtje, schat? Kijk, ja, er is er nog eentje. Hè? Zwarte bessenpastille. Ja, neem jij hem maar. Nee, neem jij hem dan maar. Weet je wat, we snijden hem gewoon door midden. Hè? Dat is het eerlijkst. Je lipstick op, liefje. Lipstick? Hoezo? Je weet toch dat ik nooit lipstick op doe? Nee? Nou, je lippen zijn helemaal rood. Huh? Ja. Ik zie niks. Die spiegel is helemaal smerig. Oh! Mijn tandvlees bloedt helemaal. Ik dacht, wat een raar smaak. Vanmorgen op het toilet had ik ook al bloed. Ik ook, gewoon aan bij je. Oh, schat, ik moet alweer overgeven. Oh, ik heb zo'n zin in iets te drinken. Het is al zo lang geleden dat ik iets te drinken gehad heb. Denk je dat de koeien ook last van de bom hebben gehad, schat? Nee, vast niet. Denk het niet. Die zijn allemaal buiten in de wei op het platteland. Wij wonen toch ook op het platteland, schat. Weet ik, liefje. Nou, en hier is het gras toch ook allemaal door en gek. Ja, ik weet het ook niet. Het zal er wel een tijdelijke opschoning zijn van de afleveringen. Misschien kunnen we maar beter gaan liggen. Ja. Kunnen we op hulp wachten. Ja, dat is goed. De beschermingbevolking is vast onmiddellijk in actie gekomen na de bom. Ik hoop dat ze er hier zijn. Ik ben de vijand. Ik hoop dat Ron en Riaf veilig thuis zitten. Oh, reken maar, liefje. Die waren vast ruim voor de bom binnen. Onze Ron is een verstandige jongen, hè? Die snelt bij het eerste alarmsignaal met zijn hele gezin naar de schouwkelders. Die zijn er toch niet, schat? Nee, dat is waar. Helemaal vergeten. Maar er is vast niks met hem. Ik heb hem toch die folder gegeven. Hé, ik heb nou eens allemaal gekke plekken op mijn benen. In mijn blauw. Spaaraderen, niks bijzonders. Nee, ja. Hebben mensen van ongelicht en veel meer last van. Niks om je druk over te maken. Volgens mij helemaal geen nagels. Ik vind de nagels hier. Oh, liefje, wat ben je toch een baby. Hè? Overal maak je je zorgen over. Ik probeer het nou eens van de positieve kant te bekijken. Hier, moet je zien, ik heb ook overal van die plekken. Ja. En ik ben een man. Nou, gewoon van te veel bleekvoer. Dat is alles. Ja, sardientjes heb ik nooit lekker gevonden.
Pas op, pas op, pas op. Je kunt het bloed op je overhemd. Sorry. Kom eruit voor. Oh, mijn bloed. Heb je een spiegel even voor? Oh, wacht. Ik zal eens even wat zelf op die plootjes doen. Nou, ja, dat is goed. Dan ga ik wel over. Morgen haal ik wel even wat droog is. En dan ook wat keeltabletten meenemen, hè? Ik heb nog steeds zo'n veel pijn. Ja, ik ook. Zou je trouwens ook water verkopen? Ik ga maar eens vroeg onder de wol, Jaap. Kijk nou eens. Mijn haar gaat uit. Oh, maar geen zorgen, liefje. Vrouwen worden niet koud. Dat is wetenschappelijk bewezen. Zullen we maar weer in dit papieren zakken kruipen? Waarom, lief? Ik weet nooit. Misschien valt er nog wel een waar we liggen te slapen. Ja, goed dan. Oh, kom. Kijk je nagaan hoe een aardappel zich voelt. Nou, en dan nog onder de grond gestopt worden ook. Zo nog laat me dat. Maar joh, hij heeft mij maar een grammatie. Mij ook. Laat ze. Neem mij verwachten tot de beschermingbevolking komt. Het zal wel goed voor ons zorgen. Wij hoeven ons nergens de zorg over te maken. Je hebt die doos met die ziekenfondskaartje en het trouwboekje toch nog wel, hè? Die heb ik veilig geborgen. Nacht, Jaap. Nacht, schat. Schat, zullen we binnen? Binnen? Ja. Tot wie dan? Nou, tot God natuurlijk. Dat kan toch geen kwaad? Nou. Hoe ging je ook al weer? Oh, God. Om ze te verlaten. Dat is het. Doorgaan. Een warme, hartige vader. Ja, zo moest het. Minder gelovigen. Wij zijn hier bijeen. Voor u alles is. En vrees, een kwaad. Zij doen mij nederig liggen. Vader, zeiden. En ik weet het niet meer. Heel mooi was het, schat. Vooral dat die wijde. Ja. Zelf. Al ga je door een dal. Diepe. Luisteren. Nee, schat. Nee.